Nou, goedemiddag. We zijn hier op de wedren op de tweede dag van de Vierdaagse. De dag van Wiegen. En zoals u hier achter mij ziet, zijn heel veel mensen in het roze verkleed. En dat is niet voor niks, want vandaag is het roze woensdag. Op de dag van Wiegen dus. En het is al gezellige sfeer ontstaat hier al. Er komen al veel mensen binnen. En ik zag net ook al een hele hoop militairen binnenkomen. Dus ik zou zeggen, veel plezier vandaag. Goedemiddag, dames. Hallo, meneer. Hey, hoe was hij vandaag? Hij was goed. Ja? Lekker gelopen? Ja. Hey, hoe waren de eerste twee dagen nou bij elkaar? Ja, ik vond het top. Eén groot feest. Wat was nou de leukste plek waar jullie nu doorheen zijn gekomen? Ja, ik vind elk dorp leuk. Ze maken overal maken ze een feestje van. Of het nou 's ochtends om 5 uur is. Of nou ja, nu, wat is het? 1:30, laatste dorp. Het is overal feest. Ja, jullie zien er wel een beetje kek uit, zo met die petjes. Roze woensdag, jullie dachten, wij pakken gewoon even uit. Ja, inderdaad. Ja. Een petje hebben we elke dag, hè? Daar worden we erkend. Elke dag? Ja, elke dag worden we erkend. We hebben overal ondertussen mensen en dan hebben we een praatje. Ja, leuk. Ah, daar zijn ze weer, zeggen ze dan. Ja. Ja, en nu nog 2 dagen. Petjes blijven op. Hebben we nog andere leuke outfitverrassingen? Tuurlijk. Ja, morgen hebben we groen. Tuurlijk. Morgen groen. Morgen groen. En wat hebben we een groene dag, hè? En vrijdag oranje dag. Hebben we oranje dag? Volgens mij hebben we geen oranje bij ons. Nee. Daar moeten we even iets voor doen. Ja. Moet even regelen. Wit bij de hoed. Ja, wit vast bij de pet. Ja, dat is ook waar. Ik denk dat we dat doen. Ja. Ja. Hey, dames, heel veel plezier en succes nog, hè? Dank je. Doei, doei. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Wat ziet u er fantastisch uit? Ja, dit is fantastisch, hè. Ja. Ja, nou, jullie zullen wel vragen van wat doe ik hier? Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Nou, ik sta elke ochtend om 2 uur op. Ik heb elke dag een ander pak aan. Dat meen je niet? Gisteren het Delfts blauwe pak. Ja. Met houten klompen. Vandaag heb ik de lakeipak aan. Is dit het lakeienpak? Ik doe een beetje een lakei en roze natuurlijk. Ja, ziet het even. Roze woensdag, hè? En de bijgepaste sokjes. Ja. Alles erop en eraan. En morgen heb ik een ander outfit. En vrijdag heb ik weer een ander outfit. En dan sta ik ook allemaal laat weer uit te zwaaien. En altijd hier? En altijd sta ik, elke ochtend sta ik hier. Om 3 uur kom ik hier aan. Ja, jongens, kippenvel. Ik kan bijna wel... Emotioneel worden? Ja. En waarom raakt het u dan zo? Ja, ik krijg kippenvel, jongens. Ik moet even ademhalen, hoor. Mag het. Rustig aan. Het raakt u gewoon dat al deze mensen zo vrolijk bij elkaar zijn? Het zijn toppers. Vanaf de eerste minuut van de eerste dag zijn het gewoon toppers. En dat heb ik zo gezegd allemaal. En ik sta voor hun allemaal. Ik sta allemaal voor de wandelaars. En wat ik ervoor terugkrijg is een glimlach. En er zijn heel veel glimlachjes. En dat raakt u gewoon? En ik lijk heel wat, maar ik heb een heel klein hartje. Dit is toch genieten, jongens. Dit is toch fantastisch. Kijk, er komt weer een menigte aan, hé. Moet je kijken wat ik ga doen als ze aankomen. Ze herkennen hem alweer straks, hè. Want ik heb hetzelfde pak als vanochtend aan. Ja, ja. Ja, dit is werelds, jongens. Moet je kijken, jongens. Ik sta gewoon weer te trillen op mijn benen, hè. Ik sta... En als ik zwaai, nou, dan denk ik zo dat ze me eventjes gaan zwaaien. Maar ik heb mijn fluitje bij me. Ik zal hem even laten horen. Doe maar. Hier word je vrolijk van, hè, van die fluitje. Want ik ben er weer, hè. Ik ben er weer bovenop, hè. En 's morgens heb ik een fluitje bij me en die grote ratel heb ik bij me. Die ratel? Ja. Kijk, daar komen ze weer, hè. Mijn vrienden. Hey, daar zijn ze weer. Hey, kijk daar toch eens. Ze zijn er weer. Mijn vrienden zijn er weer. En die glimlach. Ja, jongens. Ik vind het geweldig, dit. Dit is mega. Kippenvel. Emotie. Blij jullie te zien. En ik zou zeggen, tot morgen om 4 uur. Ben ik er weer? Nou, ben ik er weer. Voor jullie! En ik krijg die glimlach terug. En daar doen we dat maar voor. Mooi, man. Even wachten, hoor. Ik moet even bij komen. Mag het. Blijf gewoon lekker zoals je bent, hè? En ik denk dat iedereen dit kan waarderen. Nou, dat is wel zeker. Dat is 200% zeker, jongens. Dat merk ik elke ochtend weer. Duizenden foto's. Gisteren was ik op tv als Delfts blauw mannetje. Ja. Met Sosja. Ja, mijn hele dorp, mijn telefoon stond op tilt, jongen. Het hele dorp werd gek bij mij. Ik kom zelf uit Noord-Holland, plaatsje Castricum. Castricum? Ja, dat is niet om de hoek. Nee. Nou ja, ik mijn dorpsgenoot Henny Huisman natuurlijk, hè. Mijn vriend. Ik ben de klusjeman bij Henny. Ja, als je dit ziet, dan wordt hij gek. Ja. Dat meen ik. Henny, als je kijkt. Henny, als je kijkt. Hou rustig, hè. Als je kijkt, ik kom binnenkort jouw boom even omzagen. Kappen, klusjes doen, je huis schoonmaken. Vriend van me, we zien elkaar. Je weet dat ik hier ben.
We zien elkaar na Nijmegen. Hoi hoi! Hey, heel veel plezier nog vandaag, man. Jongens, dank je wel. Echt genieten van. Gaat het nog een beetje? Ja, gaat perfect. Ja? Ja, we hebben een goede dag gehad. Dus we zijn over de helft. Nog ja. 2 dagen. Nog maar 2 dagen. En nog maar 2 dagen. Of je hebt er al 2 gehad? Ja, zo kun je het ook zien. Ja, hoe zijn die nou verlopen, die 2 dagen? Gisteren was vrij heftig. Ja. En vandaag is perfect verlopen. Ja, helemaal goed? Helemaal goed. Oké, okay, succes man. Ja, hey, zet hem op. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Wat heeft u nou op uw hoofd? Ja, een eekhoorntje. Een eekhoorn? Ja, die is uit het bos gevallen. Op uw hoofd? Ja, op mijn hoofd, ja. En hij blijft zitten. Hij blijft gewoon zitten? Hij gaat gewoon mee naar huis en hij gaat ook de volgende 2 dagen nog mee. Hij gaat gewoon de 4-daagse met u uitlopen? Ja, zeker weten. Ja. Hey, meneer, hoe is deze dag verlopen? Fantastisch. Fantastisch? Ja. Wat vond u nou zo fantastisch? Al die mensen aan de zijkant, ja. Allemaal meedoen. Perfect. Ja. En dan moeten we natuurlijk even kijken. We zien daar nog een bijzonder iemand. We zien allemaal mensen leuk gekleed. U bent ook in het roze natuurlijk ook. Een leuk hoedje op te doen. Ja. En dan val ik meestal wel wat op, ja. Ja. Ik wens u heel veel succes. Mijn eekhoorn gaat altijd mee. Oké, okay, nou. Heel veel succes met z'n tweeën. Hey, doei doei. Goedemiddag meneer. Wat ziet u er prachtig uit. Wat heeft u een mooie hoed op. Ja, dankjewel. Is er een speciale reden voor die hoed? Ja, roze woensdag, hè. Dus we passen ons gewoon lekker aan. En we maken er een leuk feestje van. En een beetje een diepere betekenis voor dat iedereen mag zijn wie die is. Ja, zo is dat. Mooi toch? Dus, dat is heel erg mooi. Dus ik geniet ervan, we maken er een feestje van. En de sfeer, de verbroedering en de gezelligheid. Geweldig vandaag weer. Nou, heel mooi. Geweldig. Super. En hoe is het vandaag gegaan ten opzichte van gisteren? Ja, vandaag is het een stuk makkelijker. Gisteren was heel erg druk op de route. Moet een beetje inkomen en vandaag... wie gaat het eerste biertje en gaat helemaal goed. Ja. Kijk, lekker vroeg aan de pilsje alvast. Vroeg aan het bier, ja zeker. Dat is wel het motto. Als je het moeilijk hebt, pak een biertje. Kijk. Het werkt. Inkakken is bijpakken. Inpakken is bijpakken, ja. Tot een bepaalde hoogte, maar tot een stuk of 4 kan prima. Kan prima. Ja. En gaat het feest vanavond ook nog door? Nee, vanavond niet. Vrijdagavond gaan we helemaal los. Kijk. Morgen zijn we weer op tijd bij de stad. Ja. Ja. Nou mooi, heel veel succes. Dankjewel. Komt goed. Hey, oké. Okay. Veel plezier. Bedankt hè. Tot ziens. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. U doet het met uw zoon mee? Ja, ik doe met mijn zoon mee. Ja. Uw zoon doet voor de eerste keer mee? Voor de eerste keer, ja. En hoe is het gegaan? Goed. En is het leuk zo? Ja. Mooie sfeer? Ja. En hoe vind je het gaan zo de hele dag lopen? Ja, ook wel soms vermoeiend, maar het gaat wel. Ja. En mooie feestjes naast de kant, mooie muziek? Ja. Kijk, hartstikke leuk. Ja. Dus volgend jaar ga je weer meedoen? Weet ik nog niet. Nee. Ja, dat weten we nog niet, hè? Het is een beetje twijfel. Ja. Maar als je daar eenmaal de finish over bent gekomen, dan krijg je er van hier vanzelf te pakken. Ja, leuk toch? Ja, en jij hebt al vaker meegedaan? Ja, ik heb al 20 keer meegedaan. Oh, 20 keer. Ja. Dus je kon hem op sleeptouw meenemen? Ja, precies. Ik wist wat er komen ging. En het is vandaar van we lopen van daar tot daar. En dan, weet je, dat werkt goed. Met de paplepel ingieten. Ja, precies. Kijk, zo is het. Heel veel succes nog de komende dagen. En veel plezier natuurlijk. Ja, dankjewel. Ook hetzelfde, hè? Yes. Yo, doei. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Hoe gaat het vandaag? Slecht. Slecht? Ja, slecht. Hoe komt het? Blaren. Uitgeprikt. En weer helemaal volgelopen. Oh jee, dus onderweg moest u even stoppen? Nee, die heb ik niet gedaan. Ik ga dat zo doen. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Maar wel al lekker aan een pilsje zo te zien. Zeker. Slokkie? Nee, dankjewel. Dat doe ik vanavond. Ja, goed. Maar gaat u vanavond ook weer verder met de feesten? Nee. Ik moet morgen weer om 4 uur op. Of in ieder geval starten. Dus ja. Dus vanavond lekker rustig aan en dan morgen weer volle gas? Precies. Ja. Kijk, dus. En wordt het elke dag zwaarder, denkt u? Of is het juist? Als de blaren genezen, dan niet. Nee, dan red ik het wel. Nou, in ieder geval heel veel succes. Dankjewel. En ik hoop voor u dat de blaren niet te erg worden. Dankjewel, dan. Hè. Veel plezier. Dank je. Yo. Goedemiddag dames, wat hebben jullie mooie grote brillen op? Nou, dankjewel. Nou ja, die hebben toch niet op of wel? Je kunt ze ook opzetten toch? Ja, dat willen we wel even doen voor je hoor. Of is dat voor vanavond in de kroeg? Nou, dat denk je zelf. Oh, kijk. Nee, dat gaat niet meer worden. Nee, maar jullie hebben wel ook mooie tutus aan. Nou, dankjewel. Is er een speciale reden dat u ook tutus aan heeft gedaan? Ja, we willen opvallen. Ja, mooi opvallen. Nou, dan staan jullie mooi voor de camera nu. Ja, dankjewel. We gaan gauw door. Ja, succes de laatste meters. Goed. Dankjewel. Doei. Goedemiddag. Hoi. Jullie staan hier mooi de wandelaars aan te moedigen.
Ja, zeker. Kijk, met een mooie roze bril en een Easy Toys muts. Muts, klopt. Is er een bepaalde reden voor die muts? Nee, die hebben we net gekregen. Ah, leuk, ja. En doen jullie dit al meerdere jaren, dit zo aanmoedigen? Dit is het eerste jaar. Eerste jaar? Komt u weer uit de buurt? Nee, uit Almere. Almere? Ja. Zo, dit is nog een eindje dan? Ja. Maar ja. Voor één dag hier of meerdere dagen? Eén dag. Eén dag, kijk, mooi even aanmoedigen. Ja. Kijk. En vanavond feesten? Ja, absoluut. Kijk, ook gezellig. Kom ook voor. Nou, hartstikke mooi toch? Ik zou zeggen dan heel veel plezier op deze roze woensdag. Dankjewel. En ja, volgend jaar weer toch? Absoluut. Kijk, hartstikke leuk. Tot volgend jaar. Ja, leuk een beetje. Goeiedag! Wat zien jullie er mooi uit? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Wat is de reden dat jullie zo mooi verkleed zijn? Roze woensdag, hè? En kijk, daar vieren we feest omdat we de finish komen. Ja, rijdt mee. Oh, hij moet nog wat leven. Hij doet het niet. Even eruit knippen, hoor. 1, 2, 3, 2, 1, 6. We hebben het gehaald, hè? Nou, jullie pakken het wel goed uit hier, hoor. Ja, dat moet toch ook. Zeker. Als je het doet, dan doe je het ook goed, volgens mij. Dat is jullie motto, of niet? Ja, nou, zeker gewoon, weten. Ja, zeker op woensdag en op vrijdag pakken we extra uit. Ja, pakken we extra uit, ja. Kijk, nou, hartstikke mooi. Ja, ik heb ook een microfoon, maar wat vind jij eruit van? Ja, ik vind het ook hartstikke mooi hoe jullie eruit zien. Ja, dankjewel. We krijgen alleen maar complimentjes eigenlijk, hè. Ja, dat geloof ik al, want jullie vallen wel op zo natuurlijk. We hebben ook heel lang voor in de garderobe gezeten en alles, hoor. En, ja, hoe vroeg waren jullie al op dan? Om 6 uur. Om 6 uur? Om 6 uur. En hoe laat zijn jullie gestart? Nou, toch wel 8 uur. Nee, 6 uur. Oh ja, 6 uur. Ja, 6 uur gestart ook. Ja. Oh, oké. Dus jullie zijn maar gewoon tijdens het lopen jullie aangekleed of zo? Ja. Nou, dat is nogal creatief zo. Even een pauzetje gehouden, fysici in. En je ziet het resultaat, hè? Ja, nou, hartstikke mooi toch? Ja, hartstikke leuk, dat past echt bij deze dag natuurlijk. Ja, roze woensdag, hè? En morgen hebben ze weer een dag met kleur, maar dat wisten we niet. Nee, woensdag hebben we niet op gerekend. Ik geloof groen. Als je een kikker ziet, dan zijn wij het. Ja. Oh, nou, dan moeten we even goed opletten. Dan komen we morgen bij jullie terug. Anders zie je ons niet, hè? Dat kan ook, ja. Dus. Nou, heel veel succes even met de laatste meters hier en veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Oké, okay. Proost. Proost. Hey Tim, je hebt nu 2 dagen gehad. Ja. Goed bezig, man. Ja, weet het. Hey, hoe oud ben jij nou? Ik ben 13 jaar oud. En dan ga je de Vierdaagse lopen? Ja, voor de 2e keer al. Doe even normaal. Ja, ik doe normaal. 2 keer al? Ja. Wanneer was de vorige? Vorig jaar? Ja, vorig jaar. Maar toen waren het maar 3 dagen. Maar gewoon uitgelopen? Ja, gewoon uitgelopen. Hey, hoe was vandaag nou? Zwaar. Ja? Langste dag, maar gelukkig is die voorbij. Ja? Wat vond je nou het zwaarste stukje? Ja, vooral het laatste stukje bij de Waalkade, waar het heel druk wordt. Ja, dat is een beetje moeilijk, een beetje doorbijten dan. Ja, en dan heb je heel veel last van je voeten, maar ja, je moet door. Ja, en wat ga je nu? Nog een beetje ontspannen of ga je nou gamen of zo? Of? Ik moet nu wachten op mijn broer die ook aan het lopen is. Jongen. Ja, daarna ga ik lekker in bad en tv kijken of zo. Nou, weer vroeg naar bed? 9 uur zoiets. Niet naar de zomerfeest gaan stiekem, hè? Nee, zeker niet. Dan hou ik je aan. Ja. Hey, succes, gozer. Goed gedaan. Hoe gaat het? Prima. Prima? Ja. Wat zien jullie toch opgewekt uit? Nou, maar dat is ook toch. Ja? Het is gewoon 1 groot feest, toch? 1 feestje. 1 groot bak vreugde. Ja, behalve vandaag in het begin zeiden we van dat feest van gisteren is het nog niet. Maar toen kwamen we wiegen binnen, nou, dan weet je niet wat je overkomt. Ja? Overweldigend? Overweldigend. Het is de eerste keer dus. Het is, echt waar? Ja, nou, dan maken jullie natuurlijk wel wat mee hier in Nijmegen. Nou ja, we hadden wel van gehoord, want familie, mijn zussen deden er wel mee en de dochter ook wel. Dus we hadden de verhalen wel gehoord, maar het is echt waar. Dat is gewoon helemaal leuk. Ja. Je ziet er heel enthousiast uit. En dan vergeet je dat je wel gewoon 4 dagen lang minimaal 30 kilometer aan het lopen bent. Ja, dat klopt ook. Je moet wel oefenen. Als je niet oefent, dan... Dan ben je de pizza. Kijk, bij blaren heb je wat anders. Dus we zijn er nog niet, maar we zijn over de helft. Hoe zit het met de blaren? Geen? Oh, wat fijn. Hey, en dan wil ik nog 1 ding zeggen. Ja. Mooi aan de dresscode gehouden. Ja. Dit is geen roze, mevrouw. Ja, dat zei ik ook al. Dat kan toch niet? Als je dat niet ziet, is dit roze. Oké. Hey, heel veel succes nog verder. Ja. En geniet ervan. En jullie ook succes in wat jullie doen. Prima. Goedemiddag, meneer. Helemaal de dresscode zie ik. Ja hoor. Roze woensdag. Jij denkt, ik doe wat roze aan. Ja, zeker. Gewoon lekker met de rest meedoen. Ja, toch? Is er nog speciale betekenis voor u of dat helemaal niet? Nee, helemaal niks. Gewoon lekker meedoen. Met de rest doen. Ja. Hey, hoe heeft u vandaag de dag beleefd? Was prima?
Op zich goed, wel wat zwaar weer, ja. Maar goed, dat mag met 50 kilometer. Ja, 50 is niet niks hoor. Nee, dat klopt. Dus ik ben blij dat ik er ben. Heb je nog een speciale tactiek of is het gewoon lopen? Nee, gewoon links, rechts, links, rechts, ja. En door tot het einde. Nog 2 dagen? Ja, dat gaat goed komen. Ja, gaat lukken? Zeker. Ja. Ga zo door, succes. Hey, dankjewel. Goedemiddag. Hoi. Wat ziet u er goed uit? Dank je. Heeft u lang over deze auto moeten nadenken of kon je dit zo bij elkaar rapen? Nee. Heb ik niet lang over gedaan. Nee. Gewoon op een markt gekocht. Kijk aan. U kunt het hebben. Ja. Hey. Je moet wel lekker van aandacht krijgen. Ja. Dat vindt u leuk? Hè? Dat vindt u leuk? Af en toe wel. Af en toe wel. Als het positief is. Ja. Hier mag je 4 dagen gek zijn. Nou, dus. Ik ben 365 dagen gek hoor, dus 4 dagen dat... Nou, ik ben maar 4 dagen gek. Oké. Okay. Hey, je hebt nu 2 dagen gehad. Hoe staat het ervoor met de benen? Die andere 2 piece of cake. Ja? Als je deze maar door bent, kan je de rest zo doorlopen. Zo is het toch? Ja. Heel veel succes. Goedemiddag! U staat hier de hele middag te bellen? Ja, en 's morgens ook. 's morgens ook? Ja, ik start om 4 uur weg, tot 7:45. Ja? En dan ga ik even een beetje lekker relaxen. En vanaf 12 uur sta ik weer te bellen. En wat is de bedoeling hiervan? Nou, de bedoeling is, ze horen dus bij de start de bel. Ja? En als ze hier zijn, horen ze weer de bel. En dan zijn ze bij de finish. Cirkeltje rond? Ja, cirkeltje rond. Zo is het. En dan 4 dagen, hè? 4 dagen? Ja. Je laat geen dag voor stek gaan? Nee. Nee. En ik moedig ze dus aan. En als ze dan, vrijdag zit ik namens de gemeente Roost. Er is een heel bord bij zich. Tribune C, rij 1. En dan kunnen ze daar een foto van maken. En dan weten ze het nog. Kijk aan. En dan, als ze zich melden. En ik heb de Zeeuwse vlag bij. De Zeeuwse vlag? Ja, dan krijgen ze allemaal een Zeeuwse babbelaar. En wat heeft u hier op dit bord staan? Wat zien wij hier? Nou, kijk hier de vestingstad Hulst. Ik ben de stadsomroeper. En ik geef rondleidingen op de wallen. De wallen op de? Wallen van Hulst. Oké. Okay. Ken je de wallen van Amsterdam? Ja, die ken ik wel hoor. Ja, en weet je wat het verschil is? Nou? Wij hebben witte lampen. Ja, kan je daar ook een leuke avond hebben of dat niet? Ja, zeker te weten. Ja. Zeker als je mij als gids meeneemt, hè? Dan hou ik even contact met u. Oké, goed zo, hè? Zeker zo meteen. Oké. Doei. Ik ben bekend aan de kant, mijn studiegenoot. En die heeft 27 jaar niet gezien. En de tijd zit het verkletsen, helemaal niet meer naar de tijd gedaan. Nou. En dankzij de militair, maar dat was allemaal al vrijgegeven, kon ik net op tijd hier komen. En hoe zegt de agent, het is nog een kwartier langer. En ik dacht dat het geintje, maar dat klopte. Zo, dus je was er nog net op tijd binnen? Kijk, dit... Kijk, u bent echt een kanjer dus. Ja, dat gaven ze me nog. Dus u kwam een vriend van u tegen van 17 jaar geleden en nou was het door een militair, was je nog net op tijd binnen? Ja, en de militair die heeft me geholpen dus om tijd binnen te komen. Nou, dus u bent gewoon over de streep getrokken? Ja, ja. Kijk, ja. Nou, geweldig toch? Ja, tuurlijk, dat is leuk. Maar morgen mag ik ook eerder starten en dan zal ik ook flinker doorlopen. Dus dan ben je morgen ook al wat eerder binnen? Dat hoop ik, dat hoop ik. Het zou leuk zijn, dan hoeft u niet druk te maken over of je wel op tijd binnen gaat. Dan ga ik eerst niet door zo gauw. Ik denk, oh god jongens. Ja. Nou, heel veel succes dan morgen weer. Goeiedag meneer. Ja. U bent op tijd binnen. Ja. Kijk, hoe was het vandaag? Wel, ja, nou het ging. Nou, het ging wel. Maar je staat er bij de agenten daarop te wachten. Weer een paar minuten kwijt. En dan langs die weg daar, dan lopen ze met die vlag van de vrijheid, of hoe noemen ze dat? Met die rood-witte vlag. Ja. Nou, dan kun je niet voorbij. Oh, dan kun je niet voorbij. Nee. Oh, dus u was er nog net op tijd binnen? Ja. Oké, net gehaald dan? Ja, natuurlijk. Beter te laat dan. Wel een geweldig gevoel, dat kan ik aannemen, als er zo'n onthaal is. Ja. Iedereen juichte natuurlijk. Ja, het stond vol volk, hè. Ja, super mooi. Ik kon er niet voorbij en dan sta je daarvoor bij de politie daar. Ja. Maar een beetje lastig dan eigenlijk. Ja. En hoe gaat het met de benen? Moe. Moe, ja. Even bijkomen dan vanavond. Lekker douchen, een beetje eten, plat. Ja, plat liggen en dan morgen weer van start. En niet zo laat op bed, hè? Nee? Nee. En hoe laat gaat u van start? Vandaag ben ik gestart om 7:15. Maar je mag om 7:15 starten, maar ja, dan gaat die hele boel vol. Ja, ja. Dus je bent net iets later gegaan. Ja, dan wordt het ook 7:00. Ja, ja, ja. Dan wordt het ook te druk. Oké, dus vandaar dat u ook net op tijd binnen was.
Ja, ik hou er niet van hoor. Nee. Maar ja, ik ben normaal op tijd, maar ja, dat houdt op hè. Ja, dat is al net jammer. Ja, ja. Nou, houdt door reeds kap mee hoor. Nou, in ieder geval heel veel succes nog de komende dagen. Hey, dank u. Tot ziens.